Ik moest denken aan de term Educate Your Sons toen ik het nieuws zag over de Banga-lijst van jonge feuten van het Utrechtse Studentenkoor. Banga is een ander woord voor slet. Oftewel, deze jongens hebben een slettenlijst opgesteld met als titel Grieten Prestatiejaartje 2023. Op deze vernederende lijst staan 30 vrouwen met naam en toenaam, inclusief telefoonnummers en foto's. Ze zijn beoordeeld op hun uiterlijk en seksuele prestaties in bed. Ook hebben de jonge mannen er allerlei, allerlei teksten bij gezet, zoals. Moet nu geneukt worden, heeft een lekkere kont. En zijn sommige vrouwen omschreven als draken. De impact op de jonge vrouwen die op die lijst staan is enorm. Sommige studenten durven hun studie niet meer af te maken, en zelfs niet meer over straten lopen in Utrecht. En je moet er ook niet aan denken dat een van die jonge mannen... later als arts aan je bed staat en je het risico loopt... dat hij met zijn Good Old Boys Network net zo'n lijst bijhoudt... over zijn vrouwelijke patiënten en medewerkers. Lig je daar na je blinde darmontsteking... en staat hij ondertussen te speculeren bij de koffieautomaat... of je ondanks je buikwond neukbaar bent of niet. Ik vrees dat als we niet harder werken aan een cultuuromslag... dat het nog realistisch zou zijn ook. Nog te vaak wordt de nadruk gelegd op de rol van de vrouw. Zij moet een minder bloot topje aantrekken. Zij moet naar de baas toe stappen als ze last heeft van seksuele intimidatie. Zij moet aan de bel trekken en haar mond open doen. Zoals de afgelopen week, toen ik in de snackbar stond en een frietje mayo had besteld. Er kwam een 16-jarig meisje binnen en de snackbarhouder vroeg: Wat kan ik voor je doen, lekker ding? Het 16-jarige meisje zei terug: Lekker ding, dat zeg je toch niet tegen me. De snackbarhouder zei geschrokken terug, nou, het was maar een geintje hoor. Ik vond het dapper dat het meisje haar grens aangaf tegen deze volwassen man. Maar het zou dus niet aan haar moeten zijn om dit aan te moeten geven. In het kader van Educate Your Sons had hij moeten weten dat het ongepast is om dit tegen een minderjarig meisje te zeggen. Had het dan tegen mij gezegd. En hoe zou zij het eigenlijk niet tegen mij? Ben ik dan geen lekker ding meer op mijn leeftijd? Oké, okay, ik dwaal af. Hij kan zoiets beter helemaal niet zeggen, ook al is het bedoeld als schijntje. Want met het bagatelliseren van het probleem komen we er al helemaal niet. Ook in het geval van de Banga-lijst zijn het de vrouwen die nu noodgedwongen actie moeten ondernemen met aangiftes en trajecten bij de psycholoog om dit trauma te verwerken. Ook heeft het Utrechtse vrouwenkorps opgeroepen de PowerPoint-presentatie niet verder te verspreiden. In opiniestukken las ik meerdere vrouwelijke collega's die hun walging uitspreken over de Bangalijst. En ook ik schenk er nu aandacht aan. Maar waar blijven de mannen die zich hierover uitspreken? Dat zijn er echt nog te weinig. Educate your sons is per slot van rekening ook geen aanklacht. Want jongens hebben er zelf ook wat aan als ze leren hoe ze op een gezonde manier met hun eigen grenzen om kunnen gaan en met die van de ander. Seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag is voor veel mensen nog steeds geen makkelijk onderwerp om te bespreken. Maar we zouden er baat bij hebben als zo'n voorval bij het Utrechtse Studentenkorps breder wordt getrokken. En er veel meer gesprekken worden gevoerd, ongeacht je gender, in bedrijven, op scholen, studentenverenigingen, in gezinnen, over hoe je grensoverschrijdend gedrag kan aanpakken, zodat er ook echt iets gaat veranderen.